grote techbedrijven als Google, maar ook bijvoorbeeld een Facebook, verzamelen al jaren grote, enorme hoeveelheden intieme gegevens over ons. Of we dat nu willen of niet. En op basis van die gegevens kan Google nu allemaal informatie geven over onder andere de veranderende mobiliteitsstromen. En dus ook de vragen beantwoorden of de mobiliteit van mensen daadwerkelijk veranderd is of niet. Hoe goed houden mensen zich aan de maatregelen door binnen te blijven? En als mensen toch de deur uitgaan, wat zijn dan de dingen die ze doen? Dat kun je een beetje halen uit de bewegingspatronen van mensen. Die kun je dus afleiden uit die locatiegegevens. En dan kun je bijvoorbeeld zien van oh, mensen maken veel dit soort rondjes. Of dit zijn locaties waar mensen heen gaan, zoals de supermarkt. Maar ook het strand. Dus daar kun je natuurlijk heel veel informatie uithalen. En die informatie kan zeker nuttig zijn in crises als deze. Voor de overheid om bijvoorbeeld te kijken hoe goed maatregelen werken en hoe goed die worden nageleefd en of er meer nodig is of niet. Maar er worden dan ineens wel erg weinig vragen gesteld over de manier waarop Google die gegevens in de eerste plaats verzamelt. En wanneer de overheid gretig gebruik maakt van de informatie die bedrijven als Google en Facebook verzamelen, moeten we echt oppassen dat het gebruik daarvan daardoor niet gelegitimeerd wordt. En we moeten wel zeker vragen blijven stellen van hey, deze informatie is misschien wel nuttig, maar waarom heb je dat eigenlijk? Zijn we daar eigenlijk wel oké mee? Dus ik denk dat we echt heel erg moeten oppassen voor een corona-washing van deze massasurveillance.